Operatie Market Garden is de grootste luchtlandingsoperatie ooit. De operatie bestaat uit twee delen. Market, de luchtlandingen, en Garden, het grondoffensief. Het doel om de Duitse Siegfriedlinie heen trekken en zo met zo min mogelijk weerstand de Tweede Wereldoorlog nog in 1944 beëindigen. Op 17 september 1944 landen Amerikaanse parachutisten bij Somme, Veghel, Grave en Groesbeek en Britse op de Ginkelzij bij Arnhem. Ze moeten de bruggen over kanalen en rivieren veroveren om zo de weg naar Arnhem vrij te maken voor het grondleger. Britse parachutisten trekken op 17 september door Oosterbeek richting Arnhem. Oosterbeek lijkt bevrijd, maar de dagen erna wordt Oosterbeek een slagveld. Vanuit Arnhem worden de para's steeds verder teruggeslagen tot een smalle strook in Oosterbeek. Ze leiden zware verliezen en uiteindelijk weet een kleine groep te ontsnappen naar Driel.